Ja, dat het dus een beetje waar we mee begonnen, hè? Dat het interessant en inhoudelijk is, maar niet per se doodzaai of zo. Dus dat ik dacht dat jullie die nog wel eruit zouden halen van Meet Jane U Tarzan. Had ik dat interview met Moolah B. Zullen we naar kijken? Oh, heb je die? Ja. Laten we maar kijken. Ja. Kleren maken de man of vrouw. Maar hoe worden die kleren gemaakt? En wat is het milieueffect ervan? Ben ik hier goed voor de les hoe ontstaat olie? Ik denk het wel. Ja, dat plaatje van de jagende man die zijn zaad zoveel mogelijk wil verspreiden en de heilige maag. Eén woord wat mij heel vaak opviel en dat ken ik eigenlijk niet, is het woord keg. Ja, het betekent gewoon een vrouw eigenlijk. Ik voel wel onvrede bij jullie. Ja, ik voel het als dat daar weinig interesse getoond wordt in ons. En ik begreep dat jullie vroeger altijd wel heel veel leuke dingen gingen doen met jullie vader. Ook. Je vois pas la graine. Alors la graine, elle va se former plus tard. Maar goed, je noemde net dus nog dat stukje over dat van Keg. Ja. Waarom noemde je dat? Nou, want als we dus dan hebben over dat sociaal wenselijke moment, want hij zei dat dus, van het is gewoon een vrouw. En ik ga nog bijna de mist in, dat zit er nu niet in. Maar je hoort mij zo zeggen van, want ik heb begrepen dat, en dan wilde ik zeggen hoer betekent. Toen dacht ik, nee, kut, dat is niet handig. Wat betekent dat woord eigenlijk? En toen zei hij dus gewoon een vrouw. Ja, en dan denk je dus, shit, wacht even. Hij is echt, zegt hij dat echt nu tegen mij? Toen zei hij denkt, iets van deze oude taart weet gewoon niks of zo. Dus toen dacht ik, ja, nu moet ik door. Dus toen dacht ik, wat is het allerergste wat ik nu kan zeggen. Ik zei, dus je moeder is een keg. Ja, slim. Dus je eigenlijk van het domme houden. Ja. Doen alsof je het niet weet om hem terug te pakken. Ja, okay? Ja, je moeder is een keg. En je zusje is een keg. Toen was ik echt lekker op dit. Je nichtje is een keg. Je oma is een keg. En hij zo, nee, dat ook weer net niet. Weet je? Nou ja. Zelfs nog, ben ik dan een keg? Want hij zei, ja, nee, want het is meer, je zegt het niet. Je zegt het niet over elke vrouw. Het is een beetje iemand die je niet zo goed kent. Toen zei ik, dus ik ben een keg. Ja. Nee, want het is meer, ja, dat zou je ook niet zeggen uit respect, omdat je oud bent. Ja. Nou. Het was zo grappig. Maar je hebt het wel goed. Het is enorm viral gegaan op Dumpert. Dus dat was toch mijn moment of glory of zo. Ja. En uiteindelijk, dus het is super entertainend. En tegelijkertijd zeg je dus, ja, dat woord keg wat jij net in je mond neemt, dat is dus helemaal niet gewoon vrouw. Doe even normaal. Dat is super respectloos. En daarmee zeg je dus iets over de positie van vrouwen in de cultuur. En nou, daarmee is het dus ook inhoudelijk relevant. Dan ben ik dus helemaal gelukkig. Beetje een leuke manier om toch maatschappelijke thema's aanspreekbaar te maken. Ja. Hopelijk vond je deze aflevering leuk. Gooi een duimpje omhoog op deze video. Abonneer op het YouTube-kanaal van Lef. En bekijk de hele uitzending hieronder in de beschrijving.